Ja, ik hoop dat iedere supporter een beetje de boel steunt. En dat ze goede wedstrijden gaan zien. En dan zijn we allemaal tevreden. En als dan na die paar wedstrijden ook de schermen weer buiten mogen, dan is de horeca er ook weer bij gediend. En dan kan het misschien wel een heel groot feest worden. Wim Rijsbergen, het Europees kampioenschap gaat volgende week beginnen. Begint het al een beetje te leven bij je? Ik lees natuurlijk wel de verhalen in de kranten. En dan zijn er toch altijd wel dingen die dan denk ik, nou, misschien hadden die anders gekund. Hè? Bijvoorbeeld het hele verhaal met Cillessen, dat een beetje teleurgesteld en misschien niet goed, geen goede communicatie. Maar dat vind ik van de boer, de communicatie van de boer is nou niet altijd helemaal optimaal. Maar voor de rest, hij heeft een goede groep. Dus wat dat betreft zou het best kunnen zijn dat ze gewoon heel goed daar voor de dag komen. Qua spelers hebben ze geweldige spelers lopen. Als je ziet waar ze allemaal spelen, dan is dat echt de top. Buiten dan dat Van Dijk er niet bij is, maar de Ligt en de Vrij, dat, die spelen in de beste competitie, vind ik, in Italië. Dus, en al die andere jongens die al lang aan de deur trommelen, maar voor de rest denk ik wel dat we misschien een paar leuke wedstrijdjes gaan zien. En ik hoop dat ze dan in ieder geval de eerste ronde doorkomen. En dan wordt het interessant. Hoe beleef jij altijd een EK helemaal in het oranje? Ben je gek? Ik ga niet in een park rondlopen. En als het misschien zo uitkomt, dan zit ik rustig alleen naar voetbal te kijken. En alle cafés zijn nog niet open dat je met schermen mag werken. Of ik zit misschien nog bij een paar vrienden te kijken, maar voor de rest kijk ik toch iets anders naar zo'n wedstrijd. En ik zal niet in een indianenpak ergens verschijnen. Maar ik ben wel geïnteresseerd hoe ze het gaan doen. En zeker omdat er dus ook nog weer een beetje discussie is over welk systeem gaan ze spelen. En welke spitsen gaan gebruiken. Maar dus in de eerste wedstrijd gaan we zien wat de boer voor keuze maakt. Welk systeem vind jij realistisch? Nou, ik lees nu weer dat ze toch misschien wel weer moeten overstappen of terug moeten gaan naar het 4-3-3. En Van Gaal heeft het gedaan, ook in de 5-3-2. En daar hebben ze succes mee gehad. Dat is eigenlijk ontstaan toen Koeman een paar van die wedstrijden toen startte met 5-3-2. Tegen Schotland is dat niet helemaal optimaal gelopen. Nou, je kijkt naar Jong Oranje, wat voor discussie dat was met Van der Looy over zijn systeem. Dus we hebben weer straks over een paar dagen weer 17 miljoen bondscoaches. En dan, als het goed gaat, dan wordt de boer op zijn schouder geslagen. En gaat het mis, dan is de eerste die afgemaakt wordt, is Frank de Boer. Dus helaas kan hij dat wel hebben. Maar helaas is het ook zo dat het zo werkt. En ik hoop dat die jongens gewoon optimaal kunnen presteren. Ze hebben natuurlijk ook nog een lang seizoen gehad. En ik hoop dat iedereen fit blijft. Ook geen corona en dat soort zaken. Ik kijk er wel optimistisch naar. Ja. Absoluut. Hij lijkt nog wel zoeken, hè, de bondscoach. Is dat niet vreemd? Een week voor aanvang van het toernooi dat er eigenlijk nog niet duidelijkheid is over een systeem. Eigenlijk staan alle 11 poppetjes nog niet vast. Nou, eigenlijk niet, want als je ziet wat er gebeurde in 1974, toen kwam Rijsberg Arie Haan ook ineens uit de hoge hoed. En Arie Haan was een middenvelder en die werd de libero, of tenminste de centrale verdediger. Dus dat werd ook pas op het laatste moment beslist. Dus en iedereen, ook de bondscoach, is onzeker als er dus dingen niet goed lopen. En dan ga je toch puzzelen en dan heeft hij goede assistenten om hem heen om daar gewoon serieus over te praten. En als het goed is, praat hij dan ook met een aantal van die spelers die een beetje de toon aan moeten geven in zo'n elftal. En dan komen ze vanzelf wel. Kijk, wat moet gebeuren met een coach? Het maakt niet uit wat wij gaan doen, maar jij moet er wel achter staan als speler. En als je natuurlijk dingen moet doen waar je absoluut niet achter staat, of het nou 2 spitsen is of 3 spitsen, dan gaat het ook niet worden. Dus alles wat de bondscoach nu of een andere coach in de clubvoetbal verzint, of je moet de spelers ervoor hebben, of je moet wel iets gaan doen waar de spelers zich lekker in voelen. En dat,
hoop ik dat je dat gaat doen. Maar met de samenstelling van je selectie hou je rekening toch met het systeem. Stel dat je 5-3-2 zou spelen, dan zou bijvoorbeeld Karsdorp en Hateboer weer geschikter zijn dan de backs die je nu zou hebben. Bijvoorbeeld Weghorst is misschien weer handiger voor een driespitsen systeem. Berghuis, Gakpo. Zeker, maar dan kan die in principe toch wel schuiven. Ik bedoel, welke naam je ook invult, als je rechtsback bent, dan kan je ook rechtsback spelen in een 5-3-2 systeem. Dan heb je 3 centrale verdedigers en dan heb je 2 backs die bij wijze van spreken rechts en links buiten bijna voetballen. Maar als je aan de zijkant voetbalt, als linksback of rechtsback, dan kan je in principe ook in een 5-mans verdediging spelen. Dat zal het probleem niet zijn. Wel hoe je aanvallend, wat je gaat doen met 3 spitsen of met 2 spitsen. Kijk, in het feit die 2 is natuurlijk gewoon 2 spitsen en dan moeten de mensen eromheen moeten het doen. En anders heb je een target man en dat kan dus een van die 2 zijn. En dan zou je bijvoorbeeld ook met de Berghuis kunnen spelen en het Depay aan de andere kant. Dus ik ben blij dat wij er niet over na hoeven te denken. Ja, Berghuis de enige Feyenoorder in die selectie. Zie je wel een aangename rol voor hem weggelegd? Nou, gisteren zag ik nog een paar beelden van de jongens die dan niet gespeeld hadden. En dan zag ik die Berghuis toch weer zo'n echt klassieke Berghuis goal. Naar binnen en met zijn linkerpoot zo bij de tweede paal erin kruisen. En dat kan die. En dat zijn echt specifieke kwaliteiten. En hij heeft toch, ondanks dat er ook wel eens een dingetje zit, als een smetje zo nu en dan op. Maar hij heeft wel laten zien dat hij dus dit niveau wel gewoon aan kan. En bij Feyenoord heeft hij toch laten zien dat hij een dragende kracht van het elftal was. Dus ik hoop voor de jongen dat hij ook zo nu en dan gewoon kan laten zien. Want hij is wel eager om gewoon in dat veld te komen. En hij heeft volgens mij de laatste 2 wedstrijden ook een paar goals gemaakt. Dus ik hoop het, we gaan het zien. Ik ben net zo verrast als jij of al die mensen die straks naar de tv zitten te kijken. Ja, Sillissen dus niet. Wie zou jouw eerste keeper zijn? Ja, misschien wel Krul. Ja, die heeft natuurlijk het hele seizoen gekiept. In Engeland, bij Norwich. Ze zijn gepromoveerd. Dus die heeft de swing erin zitten. Maar eigenlijk die andere keepers, die hebben ook wel hun klasse getoond. En dat is ook weer een keus. Je moet het vertrouwen geven aan een keeper. Maar de jongens die ervoor staan, die moeten ook het vertrouwen hebben in de keeper die achter hun staat. Dus ik denk dat dat soort beslissingen toch wel genomen worden in overleg met een aantal van die centrale verdedigers die daar staan. Want dat is toch het verhaal in elk elftal. Je moet een goede keeper hebben en de as moet goed zijn. En dan daaromheen kan je zo nu en dan een beetje bouwen en wisselen. Maar de as moet in principe staan, want dat is je ruggengraat en daar moet je ook mee verder. En een van die verdedigers is Stefan de Vrij. Ja. Verbaast het je hoe hij zich ontwikkeld heeft in Italië? Nee, helemaal niet. Hij is voetballer, beste verdediger in Italië. En hij doet het al een jaartje of 5, geloof ik. Dus het verbaast me helemaal niks. Gewoon een goede. En je hoort en ziet nooit wat van de Vrij. Dus die doet gewoon zijn werk. En dat wordt erg gewaardeerd in Italië. Dus wat dat betreft, die staat zijn mannetje wel. Hoe ver zie jij Nederland komen? Dat is een beetje afhankelijk van hoe ze beginnen. Dat hebben we zelf meegemaakt toen ik nog in dat Nederlands elftal speelde. Als je een wedstrijd gaat winnen, dan gaat ook het zelfvertrouwen gaat groeien. En eigenlijk is het wel, denk ik, belangrijk hoe ze straks starten. Dan eigenlijk qua kwaliteit moeten ze gewoon die eerste 3 wedstrijden winnen. Zeker omdat het ook thuis is in de arena? Oh, 3 wedstrijden hier. En dan is het vaak toch afwachten. Je hebt het gezien bij Jong Oranje. Hè, die winnen van de favorieten. En binnen 7 minuten staan ze met 2-0 achter tegen Duitsland. Dat kan ook met de grote boys gebeuren. Maar de eerste 3 wedstrijden, als ze niet goed doorkomen en het gaat ook steeds beter qua voetbal, dan hebben ze potentieel gezien. Engeland wil de halve finale halen. Nou, Frankrijk hebben een goed team, de Italianen, noem ze allemaal maar op. Maar die hebben allemaal hetzelfde verhaal.
als ze niet goed beginnen, dan zakt het soms als een plumpudding in elkaar. En als het zelfvertrouwen gaat groeien, dan hebben ze ook de spelers om dat dan uit te breiden en gewoon door te zetten naar misschien wel de finale. Dus ik ben wel optimistisch. Ja, en wie zie je als topfavoriet? Top Frankrijk? Nou, Frankrijk is wel een van de topfavorieten. De Engelse bondscoach die zegt zelf dat ze ook de halve finale willen halen en misschien wel de finale. Dus er zijn wel een paar landen die ervoor in aanmerking komen. En je weet nooit wat er met de Duitsers gebeurt. Blijven altijd. Je ziet maar weer heel veel talent ook in die Duitse jong Oranje dan. Of jong Duitsland. Dus daar zitten ook wel weer gewoon voetballers in die waarschijnlijk ook het finale kunnen halen. Je hebt zelf een EK gespeeld in 1976. Hoe kijk je daarop terug? Nou, toevallig hebben we het pas erover gehad. Maar dat was een hele slechte EK. Met allerlei problemen en rode kaarten van Willem van Hanegem en Neeskens en negen man en een slecht veld en slechte voorbereiding. Dus daar word ik liever niet meer aan herinnerd. En dat was niet een succesformule. Er waren maar vier ploegen toen ook. Ja, hoe kan dat als je weet dat jullie in 74 en 78 daartussen de WK-finale haalden, dat het toen in 76 eigenlijk totaal niet liep? Nou, dat ontstond ook gewoon een slecht veld en een beetje irritatie in het veld. We hadden natuurlijk dan twee rode kaarten, een slechte scheidsrechter. Dan houdt het gewoon op. En daarna, ik ben ook geblesseerd uitgevallen die eerste wedstrijd. En daarna werd het ook weer gewisseld. En toen was George Knobel toen de bondscoach. Nou, dat was ook niet echt een succesformule. Maar voor de rest is dat niet een van de top EK's geweest. Nee, jij wordt liever herinnerd dan 74 en 78. Ja, nee, maar dat hoort er ook gewoon bij. En het kan niet altijd goed zijn. Nou ja, bijvoorbeeld, vandaag staat er ook een stukje in. En we hebben een paar EK's en WK's gemist. Ook met allemaal talenten. Dus wat dat betreft zitten er van die slechte dingen tussen. En dat zien we eigenlijk overal wel gebeuren. In de clubvoetbal en ook in het nationale team. En voor de rest, ik hoop dat iedere supporter een beetje de boel steunt. En dat ze goede wedstrijden gaan zien. En dan zijn we allemaal tevreden. En als dan na die paar wedstrijden ook de schermen weer buiten mogen, dan is de horeca er ook weer bij gediend. En dan kan het misschien wel een heel groot feest worden. Win-win. Who knows?